Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe Star Stable video. Vandaag gaan wij de Midsummer Quests doen. Het is vandaag woensdag 20 juni. Als jullie dit zien is het geen 20 juni meer. Maar ik heb daarnet wel een video geüpload. En die zien jullie als het goed is wel 20 juni. En dat is een uur lang races doen. Kijk, dat is leuk. Oké, geweldige intro. Iedereen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Zoals ik al zei, we gaan vandaag de Midsummer Quests doen. Die zijn vandaag uitgekomen in de update. Als jullie deze video zien, is het waarschijnlijk niet meer vandaag. Want volgens mij heb ik nog twee video's klaarstaan. Even kijken. Wat gaan we doen? We gaan hierheen. Let's go. Zoals jullie kunnen zien, heb ik een nieuwe outfit gescoord. Dat is ook alweer een hele tijd geleden. Ik heb geloof ik al een week niet meer opgenomen. Niet voor mijn let's play in ieder geval, maar wel voor de race video van afgelopen keer. Dus jullie dit zien van afgelopen keer en anders voor die van vandaag. Toch, ingewikkeld. Oké, nou ja, ik heb deze quest vanmiddag ook al gedaan met mijn andere account. En het is echt, ja, het is leuk. Het is leuk. Het is heel anders dan de afgelopen jaren. Het is ook leuk dat niet-starriders deze kunnen doen. Zoals jullie kunnen zien is het al aardig druk hier nog. En dat voor even kijken hoe laat is het vandaag. Het is nu 9:15. Even kijken. De Jorvik Rangers organiseren dit jaar de midzomerviering die Jorvik's grootste tot nu toe zal worden. We zijn bijna klaar, maar we moeten nog een paar klusjes doen. Praat met Ranger Marisol. Dat is een goede instelling. Er zijn drie locaties waar mijn collega's hulp kunnen gebruiken. Stanislav heeft de leiding over het neerzetten van een meiboom. Ashley is verantwoordelijk voor het vreugdevoer. En tot slot Dylan de leiding over de bankettafels. Nou, laten we de beste mensen maar even op gaan zoeken. Even kijken, zie je, we hebben hier zo drie oranje, gele-achtige uitroeptekens. Laten we maar naar deze gaan. Oh, als het goed is, kijk, Ranger Ashley voor het vreugdevuur. Fout! Vuur is iets wat ze als Rage erg serieus nemen. Er is maar één vonkje nodig om een heel bos in vlammen op te laten gaan. Daarom doen we het dit jaar op mijn manier, de veilige manier. Ranger Ashley is een beetje... Oké, oude Jasper bood wat reservehout aan. Haal de stapel op. Oh wacht, dit is ook leuk. Oké, Jasper, daar is je hout. Dit deed ik als het goed is. Net ook al. Oké, dit niet. Maar eerst zo om het huis heen. Om vervolgens die stapel hout te zien daar. Alleen ik krijg het weer voor elkaar om tegen een hek aan te lopen. Maar lekker via deze kant. Kan ik hier overheen? Tuurlijk wel. Dubbele overwinning van de veiligheid. Oh kijk, we hebben echt gewoon een hele pool met stenen gemaakt voor het vuur. Oh, dat is wel leuk. Meer brandstof nodig. Oké, meer hout halen. Mijn paard staat geloof ik hier. Bij de GED bouwplaats, dat is deze kant op bij dat gigantische bord hier. Ik ben benieuwd of Star Stable dat bord ooit nog weg gaat halen. Hier zo. Nou, dat staat er echt al heel lang. Dus eigenlijk hetzelfde als met olieplaats in Silverglade. Ik ben benieuwd of ze die machines daar ooit weg gaan halen. Want we hebben de GED natuurlijk al heel lang weggejaagd daar. Maar voor mij is dit nu twee video's geleden, geloof ik. Maar mijn andere account is het ongeveer 3 jaar geleden. Dus ik ben benieuwd. Hallo iedereen die met mij de Summer Quest doet.
De controls die werken de laatste tijd echt slecht mee. Ik weet niet of jullie vorige keer ook in mijn... voor jullie is het vorige keer. In die racevideo hebben kunnen zien dat ik een aantal keer de mist in ben gegaan. En toen drukte ik wel op ga de hoek om, maar hij ging de hoek niet om. Maar ja, het gaat om het idee. Natuurlijk om een bankje heen. Nou. Als je bedenkt hoeveel je hebt geholpen, gun ik jou de eer. Oh, leuk, we mogen Vicky steken. Ik vind het wel een hele leuke fakkel. Hij is hartstikke plat. Leuk. Pikachu, ik kies jou. Of had ik Charmander moeten kiezen? Charmander is logischer. K-vuur. Zo. Vuur. Ja, die is helemaal gek. Ranger Ashley. Je bent raar. Kijk, daar staat mijn paard. Ja, daar staat mijn paard. Ik herken het strikje uit duizenden. Nou, oké, dan gaan we nu maar naar Dylan voor de bloemenbanketbakkers. Midzomerbuffet. Thomas Morland was er aardig om een paar klapstoelen en tafels uit zijn stal aan te bieden. Oké. Laten we maar naar Morland gaan dan. Nee. Ja, waarom niet eigenlijk? Let's do it. We gaan gewoon lui doen, jongens. In de tussentijd had ik makkelijk naar Morland kunnen rijden, maar... Als het goed is, moeten we zo meteen ook weer terug. En dan moeten we wel. Rijden, want we moeten ook bloemen en bladeren gaan halen. Jullie kunnen ook zien aan het poppetje bij Raspberry dat ik een tijdje niet gespeeld heb. Want mijn stalhulp was afgelopen. Zo te zien, maar met 2 dagen of zo, maar... Hey, wie weet. Moet het paardje natuurlijk wel verzorgen. Zo. Nee, dat kan het wel. Goed gedaan met de tafels en stoelen. Herinner me aan Thomas later te bedanken. Dat zal ik doen. Het is wel leuk dat je de hele tijd automatisch afstapt. Oh, wat een leuke animatie. Het wordt ook echt gewoon zo neergezet. Dit is echt een hele verbetering van de afgelopen jaren. De Star Stable wordt echt zo gigantisch. Ja, hoe noem je dat? Verontwikkeld. Is dat een ding? Is dat iets? Verontwikkeld. Overontwikkeld. Nou, het is in ieder geval, ze verbeteren steeds. En dat is echt mooi om te zien. Als je dit allemaal vergelijkt met een aantal jaar terug, dan heb je ook zoiets van... Ah, sowieso is alles meer 3D geworden. Wat ik wel graag zou willen zien is andere avatar hoofden. Dat je poppetje een beetje anders kan aankleden en zo qua hoofd. En huidskleur, want je hebt nu per huidskleur 1 hoofd. En die hoofden zijn nog niet echt geweldig. Ik denk ook nu ze natuurlijk al die personages en make-over geven, dat de karakters, dat onze characters, onze speelcharacters, ook wel een make-over krijgen ooit. Ik hoop het in ieder geval. Maar zo te zien gaat Jojo Siwa over 6 minuten weer optreden. Hebben jullie ooit al eens een optreden meegedanst? Ik wel. Dat is altijd grappig. Hele nieuwe dansmoves dan als je eerst in de disco kwam. Een beetje wat dat zij nu aan het doen is. Kijk, hoe ze haar zo hebben gemaakt met het hoofd en het lichaam. Dat is heel anders dan de characters die je zelf hebt. Oh, wauw. Dat er niet afvalt. Oh, wauw. Nou, als dit een quest had geweest met balanceren, dan lag het al op de grond.
Ik hoop niet dat die speakers duur waren, James. Ik zal even kijken dat wanneer ik deze ga uploaden. Ik denk dat hij van de week ergens wel online komt. Nou, dat is het juist als je alles van tevoren opneemt. Je weet op een gegeven moment ook niet meer wanneer je iets hebt opgenomen. Nu weet ik het dan wel, want de update is vanmiddag uitgekomen. Nou, vanochtend eigenlijk. Maar toen was ik nog druk bezig met racen. Voor de racevideo die daarna is verschenen. Nope, gaat weer. Het ruikt zo lekker. Ik weet het niet, ik kan het niet ruiken, Dylan. Hey, Draki. De kat komt binnenlopen. Oh, de andere kat komt ook binnenlopen. En ze gaan elkaar afvallen. Doe jullie voorzichtig, jongens. Uitnodiging al gemaakt. Oké, laten we de uitnodigingen wegbrengen. Er zit een brievenbus hier. Je krijgt niks meer in je rugzak. Je kan er gewoon op klikken, neem ik aan. Ja, yay. Hi. Winter Runners Club. Check, check, ons, check, ons. Ben je Duits, Dylan? Ik wil trouwens even naar het podium kijken voordat we verder gaan met de derde. Want zo te zien, ik heb het net nog niet uitgetest, maar volgens mij kan je spelen. Oh, wauw, je kan gewoon... Oh, kijk dat zitten, oh geweldig. Oh leuk, je kan gewoon spelen. Dat ziet er. Volgens mij ben ik een roleplay aan het aan het verpesten. Sorry iedereen, als jullie dit zien. Ik doe gewoon gezellig met jullie mee. Da, 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 da. Ja, ik vind hem leuk. Even gitaar spelen. Oh, die vind ik leuk. Oh, dit wordt gewoon... Dit wordt het toneel. Als straks iedereen ligt te slapen, dan... doen we dat even. Ik kan nu ook een foto maken. We gaan gewoon tijdens het opnemen een foto maken, jongens. Dat vinden jullie vast niet erg. Hij is wel super awesome. Zo, dat was leuk. Bam 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 bam. Nou, ik verslik me. Ik vind het leuk. Oh, dat is echt geweldig. Met die voeten doe die hand in je zij. Oké, Julia. Dat is Julia toch? Denk ik. Anoushka. En wie ben jij? Ik ga er gauw vandoor. Doei. Ik ben een optreden crasher. Oeh, wat is dat? Ik ben nu ook echt totaal niet met die missies bezig. Holy. Die katten gaan tekeer. Maar in ieder geval, ga één keer per dag vissen en maak kans om iets geweldigs te vangen. Kunnen we vissen of moeten we dan eerst... Ik denk dat we eerst de missies moeten doen dan. Kan ik wel zitten hier? Oh wat leuk. Oh wat leuk. Ik ga straks even lekker helemaal gek doen met foto's maken. Oh, dat is wel heel leuk dit. Ik ben zo enthousiast. Heeft hij een blauw haar? Ja. Nou moet ik alleen mijn partner vinden. Ah, hier. Bij Ranger Marisol.
Voor iemand die de missies een uur geleden gedaan heeft, weet ik echt niet meer waar alles staat. Neem maar aan hierachter dan. Ja, hoe wist ik het? Zo slecht. Ik ga jullie aanvallen. Bam, zo van je paard af. Nou zit ik in een visvijver. Ja. Wist ik wel. Perfect, nu moeten we hem alleen nog versieren. Oké, okay, moeten we bladeren hebben. En bloemen. Let's go. La 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 la. Sorry, ik heb Life's Like a Supergirl of zo. Every girl's a supergirl in mijn hoofd zitten. Van de Fort Pinta Disco. En van het editen net. Ik ken het hele kind niet, maar die nummers zijn best catchy. Hi Kato. Wel leuk dat ze hele kont nu vol met de blaadjes en de bloemetjes zit. Ik heb een bloempaard. In plaats van een bloembot. Bloemtsch. Slechte grappen 101 met Amanda. Nog twee bloemen en 9 bladeren. Hey, ik druk het recht. Every girl's a super girl. Unbreakable. My diamond's invincible. La 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 la. Dit soort momenten kunnen jullie beter gewoon je geluid uitdoen. En niet naar me luisteren, want anders gaan je boksen kapot. Yay, we hebben alles. Ik vind het wel heel leuk, zo'n bloem en blaadjes komt. Ik zie hem ook echt erbovenuit komen. Wat, wat? Alsjeblieft, Stanislav. Het ziet er geweldig uit, maar ik heb nog steeds het gevoel dat er iets ontbreekt. Bloemenkransen! Toevallig een werkplek ingericht waar gasten hun eigen bloemenkransjes kunnen maken. Je kunt er ook grote kransen maken. Oké. Okay. Die zit daar zo bij de sterretjes. Dat is wel een hele schattige werkplek. Ik vind die tonnen ook heel mooi. Drie, vier. Dat was hem. Like diamonds unbreakable. Dat zijn inderdaad hele grote bloemkransen. Tijd om de maaibom omhoog te wijzen. En hij is maar. Waar is Stanislav? Kijk nou eens, de mooiste meiboom van heel Jorvik en een perfecte setting voor de kikkerdans. De kikkerdans. Wacht, ik weet hem, ik weet hem.
Bam bam, didi da do da di do da. Oh, er zit een muziekje onder. Leuk. Nou, Stanislav, dans eens mee. La 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 la. Oké, genoeg. Daar is de horsey-porsy. En dan gaan we nu zo te zien terug naar Ranger Marisol. Een Norvegiaanse vlag. We gaan de vlag hijsen. Yay! Ik vind het wel een... Oh kijk, dat is... Hoe heet dat kring nou? Ik zit echt met Antoinette in mijn hoofd, maar zo heet het vast niet. Ik weet niet of ik mensen tegen me praat. Ik weet wel dat ik een uitnodiging voor heb gehad. Midsummer Festival, kom me heen. Oeh, wat is dat? Welkom bij de Midsummer Tent. In deze tent kun je soms een visioen krijgen van iemand die dicht bij je staat. Misschien zelfs de liefde van je leven. Je moet echter 7 unieke bloemen verzamelen voordat je naar binnen gaat. Je vindt ze op verborgen plekken rond het feestterrein. Oh, ik ben met Rihanna aan het praten. Ik wil niet met jou praten, Rianne. En Maya, wat wil jij te zeggen? Hoe heet een slapende Mary? Een nachtmerrie. Niet slecht. Hi, wie ben jij? Mika Stoneguard. Oh, dat is het. Ze leven 1000 jaar gescheiden van de rest van Jorvik. Ja, dit is de eerste plaats die ik bezocht. Oh, de vijver. Leuk. Dan gaan we eerst even vissen voordat we verder gaan met de bloemen. Ik neem het paard mee. Ik wil vissen. Mag ik vissen? Waarom mag ik niet vissen? Ik vind het gemeen. Dat is echt niet aardig. Waarom mag ik niet vissen? Oh, de kluizenaar. Ik ben dol op aardappels. Ik ook. Gepoft of gefrituurd. Oh, de Shadow Sisters Army. Hey, is dit mevrouw Drake? Hachoo! Had die geen katten moeten zijn. Ik heb geen kat gezien hoor. Miss Madison is hier ook. Zo heette ze, Loretta. Nou, sorry hè. Leuk dat het zo vol gebouwd staat. Het irriteert me een beetje dat je stil moet staan en klikken voordat je kan klikken. Ik hou van snel. Die andere is hier. Oké, nu wil ik vissen. Ik wil vissen, laat me vissen. Oké, ik kan vissen. Wauw. Ik vis door een tent heen. Oeh, wat heb ik gevangen? Ik heb een groene godinhoed. Yay. Zult zien dat ik mijn inventory even leeg. Oh, maar nu kunnen we wel zien wie
hebben om dicht bij ons staat. Ga de tent binnen en wacht op het visioen. Spannend. De zaklamp. Is dat zo'n GED mannetje? Een darkcore mannetje. Is dat mijn grote liefde? Spannend. Oh nee. Het is raspberry shake. Badaam. Oh, zo cute. Die zwijt. Dat was leuk. Dat is een winkeltje. Die ga ik zo meteen ontdekken. Ik moet eerst even ruimte maken. Wat is dat? Oh ja, hier kun je een eigen bloemenkrans maken. Maar dan moet je wel eerst je bloemen vinden. Misschien wil ik dat nog doen, maar ik denk het niet. Want je kan zo kopen. En ik ben nou eenmaal niet echt van het zoeken. Ik heb niet echt een... Even alles wat ik wil, zeker wil houden, gooi ik alvast hierin. Nou, dit kan ik sowieso even bij de voorwerpen neerzetten. Dit is een meubelstuk. Dat is een snor, geloof ik, ja. Echt heel weinig wat ik echt wil houden, geloof ik. Of wat ik echt gebruik. De Star Stable Life uitrusting, dat is wel leuk om... Dat is een heel setje, dus dat is ook wel leuk om zo te houden. Oké. Ja, ik moet een keer mijn kast doen, maar... Dat kan altijd nog. We gaan eerst een dingetje kopen. Katten zijn moe van het spelen. Ze liggen eindelijk. Oké, even kijken wat voor leuks we hebben. Dat is een jurkje. Let's buy it. We moeten natuurlijk wel het hele set hebben. Zomerjurk, het midzomerfestival setje hebben we nu. Even kijken of er nog wat leuks bij zit. Er zitten ook wel leuke dingen bij, maar heel veel dingen die je eigenlijk niet draagt. Oh, wacht.
Oh, deze is ook wel leuk. Oh, dat is ook gewoon een heel setje. Oh, dat is leuk. Oh, wat leuk. Zal ik dit setje opnemen? Het is wel een leuk setje. Dan hebben we de shirt, de broek en de schoenen. Maar dit heeft dus geen bijpassend hoedje. Nee, maar wel een bloemenkrans. Bloemenkrans voor de paarden wil ik dan wel. Daar kun je er ook meerdere van. Nee, het is vol. Lastig dit, want ik wil denk ik wel de bloemenkransen ook. Maar ja, daar ga ik verder nog even over nadenken. Ik ga weer even mijn nieuwe setje aantrekken. Tadaa! We zijn helemaal zomers. Ik moet alleen nog even een andere zadeltas en andere accessoires hebben. Maar verder zien we er gewoon op en top uit. Oh, wacht. Alleen nog een ander staartlintje. Ik vind hem helemaal top. En dan bij deze ga ik de video afsluiten. Vonden jullie het nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En willen jullie op de hoogte blijven van nieuwe video's? Druk dan even op abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!